Voor de eerste zaak in Bureau Brabant gaan we naar Tilburg, waar op 27 december vorig jaar een explosie te horen was. Om aan te geven hoe ernstig deze zaak is, laten we eerst even los een kort fragment zien. Nou, stelt u zich voor dat u net als deze vrouw 's nachts een beetje mijmerend door een winkelstraat loopt, als opeens het glas om je oren klettert. Nou, dat gebeurde hier op de heuvel in Tilburg. Het lijkt heel rustig, 27 december, rond 2 uur 's nachts in het centrum van Tilburg. Maar het is kerstvakantie en dus zijn er behalve deze man in die nacht van maandag op dinsdag nog wel meer mensen op de been. Van het Piersplein loopt hij richting de heuvel. Kijk alvast of u iets aan zijn kleding, schoenen of houding herkent. Het is de man te doen om de horecagelegenheid die hoort bij het overdekte terras links. Hij lijkt hier dat terras op te verdwijnen. Een paar minuten later een lichtflits, knal, een rennende verdachte en rookwolken. Er is een explosief afgegaan. Dat dus zo krachtig is dat aan de overkant van de straat het glas springt. De dader rent weg, maar is blijkbaar iets vergeten. Daar is hij weer. Het is jammer dat andere stappers niet helemaal doorhebben wat er is gebeurd, want hij kan weer verdwijnen. Simit Plaza, de horecagelegenheid waar de aanslag werd gepleegd, wordt op last van de burgemeester voor de veiligheid tijdelijk gesloten. Het was een zwaar explosief dat vermoedelijk met een ontstekingsdraad tot ontploffing is gebracht. Je zag de dader na de explosie weer terugrennen. Nou, wij vermoeden dat hij die draad was vergeten en dan hier weer bij zich heeft. We willen graag meer informatie over hem en over het mogelijke conflict rond die horecagelegenheid. Nou, we hebben geen aanwijzingen dat de eigenaar een rol speelt. Het lijkt erop dat hij zelf slachtoffer is geworden van een conflict van anderen. Wie weet meer over de aanslag in het centrum van Tilburg? Graag tips als u iets vermoedt over de man op de beelden. Wie is dit? Het is de vraag of hij het zelf heeft bedacht. Misschien heeft hij het erover gehad. Wie is verantwoordelijk voor deze aanslag? Waarom? Bellen kan via de opsporingstiplijn op 0800 6070. Anoniem tippen kan ook. Bel dan met 0800 7000, het nummer van Meld Misdaad Anoniem. Bedankt voor het meedenken. Zo zorg ook jij ervoor dat we elk jaar bijna de helft van alle zaken in Bureau Brabant oplossen. Nou, check ook deze of deze.